www.deboodschap.today. Verpleegkundigen en gezondheidswerkers riskeren leven in strijd tegen COVID-19. Over de hele wereld en ook hier in Suriname staan verpleegkundigen en andere gezondheidswerkers in de frontlinie in de strijd om de verspreiding van COVID-19 te verdragen. Ze riskeren daarbij hun eigen leven om anderen te redden en inspireren ons allemaal met hun toewijding en opoffering. Zo benadrukt minister Antoine Elias van Volksgezondheid in zijn statement in verband met de Wereldgezondheidsdag 7 april 2020. Het volledig bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.